heeft twee interrupties. Eerst mevrouw Van der Werf en dan collega Tuinman. Oh, drie. En de heer Erkens. Mevrouw Tuinman. Van der Werf, excuus. Sorry. Voorzitter, ik constateer dat mijn vraag in elk geval geheel terecht was, want de inbreng bracht verder niet heel grote verrassingen. Waar mijn vraag over ging, is dat uw fractie vrijdag in de krant voor uitstel pleitte. U zei daarbij ook, wij hoeven niet overtuigd te worden. Dus op de inhoud steunt u die keuze en toch trok u dit weekend de steun weer in. En in het plenaire debat, ik heb het gisteravond nog even nagekeken in maart, had u het nog richting collega Stoffer over de lelijke kanten van de politiek. En nou geeft u daar zelf ook de voorkeur aan. Politieke spelletjes boven de veiligheid van Nederland. En dat in deze tijd, voorzitter, daar wil ik toch wat van zeggen. De heer Noordkamp. Ja, ik vind alles best, maar volgens mij leest u uw tekst voor wie u voorafgaand aan het debat heeft voorbereid. Als u heeft geluisterd naar mijn inbreng, dan weet u dat het niet zo is. Ik heb verklaard waarin het verschil zit tussen de uitspraak van onze politiek leider en ons standpunt in deze. Dat is niet vergelijkbaar. Heel kort, alstublieft. Voorzitter, u haalt de uitspraken van de heer Timmermans en Oekraïne erbij. Daar ben ik helemaal niet over begonnen. Ik heb het over uw uitspraken in de Volkskrant van vrijdag, waarin u na maanden van een andere inbreng ineens aangeeft, onze fractie gaat hier niet meer mee akkoord, wij gaan dit uitstellen. Terwijl u tegelijkertijd in datzelfde artikel zegt, inhoudelijk lijkt het mij een uitstekende keuze. Dan denk ik bij mezelf, wat is het dan waard om dat politieke spel te gaan spelen? Dus voorzitter, als dat je inzet is richting het debat, dan moet de heer Noordkamp niet verbaasd zijn dat hij hier kritische vragen krijgt. En ja, die heb ik inderdaad op papier gezet, omdat mij dat heel relevant lijkt. Helder, heer Noordkamp. Nee, kritische vragen zijn ook alleen maar goed. Ik heb in het voorstel niet gepleit voor uitstel. Ik heb gepleit voor dat als we geen... Kijk, dit is nog wel iets. Ik ga er niet, dat is voor mij geen, dat is een beetje een popiopie argument, maar ik heb ook een gemeente bestuurd. Als een gemeente een nieuwe sporthal laat bouwen en de grootste collegepartij is het er fundamenteel mee oneens, dan wordt dat niet op woordvoerdersniveau geconstateerd en dan halen we de schouders op en dan gaan we door. Dat is, en dan heb ik, en dat is, in het voorbeeld is het een sporthal. Dit gaat over miljarden. Dit is niet zomaar iets wat hier gebeurt. En in het Volkskrant-artikel pleit ik niet voor uitstel. Ik pleit ook in het betoog wat ik net heb gehouden om inzicht in politiek-bestuurlijke borging, continuïteit van dit project. Dat is heel wat anders dan waar u op doelt. En volgens mij zijn die zorgen best wel terecht. Dit is niet normaal wat hier gebeurt. Maar ik heb ook gezegd, onze steun hangt niet volledig af van de steun van de PVV. Maar het is toch niet gek als ik een redelijke vraag stel over wat dit betekent in de toekomst. Interruptie van de heer Tuinman. Voorzitter, ik had even het idee dat de politieke tijd hier zo op het debat weg was. Maar gelukkig hebben we nog de inbreng van de heer Noordkamp. Nou, ik storm er wel aan. Ik heb het stuk ook gelezen in de Volkskrant. En ik lees ook allerlei quotes. Ik weet niet wie ze gelekt heeft. Maar op mijn initiatief is er een vertrouwelijk gesprek geweest met de staatssecretaris. En vervolgens lees ik een dag later lees ik allerlei quotes van de heer Noordkamp in de Volkskrant. Dat vind ik kwalijk. Ik hoor net een hele reeks en allerlei specifieke capaciteiten die door Nederlandse werven worden geregeld. Daar ging mijn ogen van flapperen. Ik heb ze niet. Ik heb ze ook nergens kunnen lezen. Dus dat vind ik ook wel maf. Maar het punt wat ik wil maken hier zo is eigenlijk een heel eenvoudige. Kijk, u zegt dat de boot is een belangrijk wapen van Nederland. NAVO vraagt erom. Naval is de beste deal. En u zegt het gaat over kwaliteit. Ik heb u in alle sessies die u hebben gehad, de openbare sessies, heb ik nooit een inhoudelijke vraag horen stellen. Dus mijn vraag aan de heer Noordkamp is deze. Wat gaat u zo meteen stemmen? Wat gaat uw advies zijn aan die fractie op het moment dat er een motie in ligt ter stemming die verzoekt tot uitstel? Gaat u voor of gaat u tegenstemmen? Wat is uw advies? De heer Noordkamp. Ook voor de heer Tuinman geldt, als hij heeft geluisterd naar mijn inbreng, dan stel ik dat ik een bepaalde behoefte heb aan inzicht. En de mate waarin die behoefte van mij beantwoord wordt, bepaalt ons oordeel in deze. En wat de heer Tuinman hiervoor zei over vertrouwelijke briefing en dat ik nu dingen zou zeggen waar je heen niet kan plaatsen, dat staat allemaal gewoon in de stukken. Ik vind het best nog wel wat dat wordt gezegd dat ik geen inhoudelijke vraag heb gesteld. Ik weet niet waar dat op gebaseerd is. Maar laat ik wel even duidelijk maken dat het niet mijn logica is dat je alleen maar je werk doet als je vage verzoeken doet, ruis, nog meer vragen. Dat is uw aanpak. Die oordeel ik niet. Ik heb een andere aanpak. En daar hoeft mij ook niks op verweten te worden.
graag via de voorzitter. En dat bedoel ik ook richting de heer Tuinman. En laten we het een beetje gezellig houden. En inhoudelijk. U bent klaar met uw antwoord? Heer Tuinman had nog een vervolg. Uw laatste interruptie. Ja, zeker, voorzitter. Nou, Ruijs, ik kan u één ding vertellen. Is dat ik mijn werk serieus heb genomen. En ik heb mijn huiswerk wat dat betreft gedaan. En de enige vraag die ik nog aan de heer Noordkamp heb... is dat wij halverwege maart een debat hebben gevoerd. En daar heb ik een motie voor ingediend. Die ging over of de ADR daadwerkelijk onderzoek kon doen... naar de hardheid van die industriële participatie. Precies het punt wat u nu hier heel hard met de vuist op tafel verslaat. Dat ik er allemaal antwoorden op wil hebben. U heeft daar in ieder geval... tegengestemd. En mijn vraag is toch of je daar misschien met het inzicht van nu anders op zou hadden moeten stemmen. Heer Noordkamp. Ja, ik heb zoals wel vaker geen idee wat de heer Tuinman bedoelt. Want hetgeen wat ik verwacht, dat staat in de stukken en dat verifieer ik nu bij de staatssecretaris. En tot slot, ja, het enige wat ik erover kan... Ja, nee, laat ik maar... Nee. Even voor de notulen, collega Dassen souffleerde mij inderdaad. De opsomming die de heer Noordkamp net benoemde over de verdeling van welke onderdelen we hebben, welke bedrijven, dat staat inderdaad wel in de openbare stukken. Nou, dat is best knap als je je er niet in verdiept hebt. Hè? Ik zag... laten we, voorzitter, nee, op punt van orde, dan neem ik die terug. Mooi. Maar het blijft, ik zeg ook niet dat de heer Noordkamp dat is, maar het blijft mijn... ik heb namelijk zelf hier persoonlijk op de lijn gestaan. Ik heb in een procedurevergadering allerlei voorstellen neergelegd, verzoeken ingediend, om zoveel mogelijk feiten en informatie op de inhoud boven tafel te krijgen. Voorzitter, nou, er is uiteindelijk een besloten gesprek uit van voorgekomen. Dank u wel. Ja, nee, maar dat is helder. En dat geldt, vind ik het heel vervelend als de dag erna allerlei stukken in geciteerd staan. En dan zal iemand aan deze tafel dat moeten hebben gedaan. En ik vind dat... Helder. Nee, Tuinman, nee. Wij zitten hier allemaal, denk ik, integer, inhoudelijk in. En niemand zou iets moeten lekken. Ik zag alleen eerst de heer Erkens met een interruptie en dan de heer Van Oosterbrugge. En graag kort, want het is al dat... Ja, zeker. De vragen voor de Tomahawk voor de zo beantwoord. Maar het vuurwerk heeft net al plaatsgevonden. Eén vraag voor de heer Noordkamp. De ondertekening zal waarschijnlijk, ook gezien de lopende rechtszaak, door een volgend kabinet plaatsvinden. Afhankelijk van hoe snel alles ook loopt met de rechtszaak of de ondertekening kan. Inhoudelijk geeft de heer Noordkamp aan, vind ik een goed besluit. Het is van belang voor de veiligheid, het proces is goed doorlopen. En als ik het goed begrijp, zoekt hij comfort op dat politiek bestuurlijke. He, dat het ook geborgd wordt in een komend kabinet en niet dat de Kamer instemming geeft en dat misschien dan toch ontspoort over een aantal weken of maanden. Maar ik wil hem toch zwart-wit maken, voorzitter, de vraag. Stel dat het comfort niet geboden kan worden in dit debat. Steunt de Partij voor de Arbeid GroenLinks dan de aanschaf van deze nieuwe boten? Of zegt ze, dan neem je de vertraging met alle risico's voor lief? De heer Noordkamp. Daar zal ik me dan echt heel goed op moeten beraden. Want het is me wel menens. En ik vermoed ook dat wij hier ook uit gaan komen. Bij de interruptie die ik zojuist bij de heer Erkens heeft gedaan... erkent hij ook mijn zorg. Ik ben ook benieuwd wat de staatssecretaris daar zo dadelijk over te zeggen heeft. En als we die zorgen terecht vinden, dan zou mijn vraag beantwoord kunnen worden. Want het is niet normaal wat hier gebeurt. Maar nogmaals, onze steun hangt niet af van de steun van de PVV. Dat heb ik ook gezegd in mijn betoog. Maar je kunt op deze manier kun je echt geen besluit nemen. Kan niet. Dank u wel. Dan de heer Van Oosterbrugge voor zijn laatste interruptie. Ja, dank u wel, voorzitter. In het debat wat wij in maart hadden over exact hetzelfde onderwerp, zei de heer Pol, zet dat Nederlandse belang weer op één. Dat kan nog steeds. Wat betreft het idee dat de Tweede Kamer er niet meer over zou gaan, wij zijn de Staten-Generaal. Wij moeten het hier goedkeuren. Dus als wij iets anders willen, dan gebeurt het ook anders. Waarop de heer Noordkamp zei, met het laatste wat de heer Pol zei, daar ben ik het wel mee eens. Als wij een andere keuze willen maken, dan kunnen we dat, want wij zijn de Tweede Kamer. Het is toch de Tweede Kamer en niet de regering die dit besluit neemt. En later zei u nog, GroenLinks Partij van de Arbeid is van mening dat we dit proces niet moeten verstoren, want we willen een betrouwbare overheid zijn. Wat betekent deze uitspraak dan vandaag, ook in relatie tot het Volkskrant-artikel? Wilt u nog steeds een betrouwbare overheid zijn? Wilt u dit proces verstoren, terwijl er geen nieuwe informatie is? De PVV was tegen, is tegen, zal waarschijnlijk niet van mening wijzigen. Waarom wijzigt u dan wel van mening? De heer Noordkamp. Kijk, het allerlaatste wat ik wil is een onbetrouwbare overheid zijn. In die zin vind ik het ook gek dat de pijlen nu op mij gericht worden en niet op de heer Pol van de PVV. Maar goed.
dat terzijde. Kijk, het zit hem ook juist in de betrouwbaarheid van het landsbestuur. Want hoe zien we dit voor ons? Vele miljarden gaan niet meer gemoeid. Vele risico's, onzekerheden. En stel, er komt een tegenvaller. Moeten de mensen dan van Defensie als voorbeeld... wie weten dat de coalitiepartijen hier extreem fundamenteel verdeeld over zijn... met bibberende hand rapportages schrijven? Want stel voor dat het niet in de smaak valt en de coalitie is hier al op verdeeld. Dat moet je niet willen. En daarom is het enige wat ik vraag is... geef dan iets meer inzicht in de politiek-bestuurlijke borging... voor de continuïteit van dit project. Want dit is onbetrouwbaar. Het is ongeloofwaardig dat een coalitie verdeeld is op zo'n miljarden aangelegenheid. En dan val ik in een raad met alle risico's, et cetera, van dien. Dat is onbetrouwbaar. Nogmaals, mijn stem hangt niet af van die van de PVV. Alleen het is niet gek dat je hier om wat meer inzicht vraagt.